Maar eerst de laaidranken. Die zouden schadelijk zijn voor hart en vaten. Feit of fictie, zoekt het uit. Dit drink ik per dag. Dat is dit dus in de week. En dit drink ik aan cola in één maand. Dat jij überhaupt nog leeft, man. Ja, ik weet het. Ik drink veel Cola Light. Tot voor kort maakte me er eigenlijk niet zoveel zorgen over. Totdat ik dit artikel in de krant las. Mijn cola-consumptie zou slecht zijn voor mijn hart. Daar schrik ik wel van. Maar toch wil ik het niet geloven. Is dat struisvogelgedrag of gezonde skepsis? Om erachter te komen of light frisdranken schadelijk zijn voor mijn hart, ga ik langs bij cardioloog Joep Smeets. Kunt u aan mijn hart zien dat ik een regelmatige light drinker ben? Wat we kunnen zien is dat uw hart helemaal normaal is. Als we kijken naar de linkerkamerfunctie, rechterkamerfunctie en de boezemgroottes, dan zien we daar geen afwijkingen op. Want hoeveel drinkt u zo per dag? Ik drink ongeveer 1,5 liter per dag. 1,5 liter per dag? Is dat schadelijk? Nou, ik denk als we kijken naar het cardiovasculaire risico, dan moet u misschien zeggen dat is niet verhoogd. Maar de vraag is of het gezond is om zoveel frisdrank te drinken. Dus u zegt eigenlijk dat is niet schadelijk, maar ook niet gezond? Het lijkt mij niet. Het is niet gezond als je te veel van één product achter elkaar of per dag neemt. Voor mijn hart hoef ik misschien niet te vrezen. Toch is zoveel Cola Light niet echt gezond. Maar is het ook echt ongezond? Op internet wordt er veel, vaak en vooral hardnekkig bericht over de schadelijkheid van zoetstoffen, zoals aspartaam in lightproducten. Om te horen wat er waar kan zijn van al deze horrorverhalen, ontmoet ik de Belgische professor Jan Geuns. Is dit gevaarlijk voor mij? Als je daar heel veel van zou drinken en zeker op nuchtere maag, zou ik het niet aanraden. Ik zou het nooit gebruiken, dat is het enige wat ik kan zeggen. Omdat ik weet van onafhankelijke wetenschappers dat ze studies gedaan hebben waaruit blijkt dat de hoeveelheden die men toevoegt, dat die schadelijk kunnen zijn voor sommige mensen. De schadelijkheid zit volgens Geuns vooral in de vervangers van suiker. In light frisdranken zitten zoetstoffen. Vaak is dat aspartaam. Als aspartaam in je lichaam komt, valt het uiteen in verschillende stoffen, waaronder methanol. En die methanol is schadelijk als je er te veel van binnen krijgt. Methanol is in feite een soort van Trojaans paard. Dus die methanol komt heel snel in het bloed terecht. Gaat in het hele lichaam verspreid worden en blijft daar heel lang aanwezig en kan heel veel schade aanrichten. Methanol is een zeer schadelijk gif voor de mens. Als ik u goed begrijp, u zegt dit is geen goed spul. U zou het niet drinken. Ik zou het niet drinken. Moet het dan ook van de markt af? In Engeland zijn er 4 grote winkelketens die aspartaam van de markt gehaald hebben. Omdat er is ook een laboratorium in Liverpool waar men met 2 onafhankelijke methoden aangetoond heeft dat aspartaam neurotoxisch is. En zelfs in de hoeveelheden die in de voeding gebruikt worden. Cola Light als zwart gif. Als ik de Belgische professor moet geloven, moet ik me dus wel degelijk zorgen maken. Toch wordt er jaarlijks 500 miljoen liter light frisdrank in Nederland gedronken. Ik ga langs bij de brancheorganisatie voor frisdrankfabrikanten om te vragen waarom ze die zoetstoffen blijven gebruiken. We hebben een website gemaakt voor iedereen die wil weten hoe het nou zit met het innemen van zoetstoffen en waar de grenzen daarvan liggen. En het is misschien aardig om u als proefkonijn te nemen en dat is voor u in te vullen. Dus we kunnen kijken of die 1,5 liter die ik drink, of dat te veel is of niet? Precies. Ja, dat begint dan met het invullen van het lichaamsgewicht. Dus dat doe ik hier. Vervolgens kijken we naar de soort drank die u drinkt. Ik drink Cola Light. Ja, die wordt met aspartaam gezoet. En dan doen we de check. Oké, dus ik kan met een gerust hart die 1,5 liter blijven drinken? U kunt met een gerust hart die 1,5 liter blijven drinken. Maar dan spreek ik een Belgische professor die zegt dat die zoetstoffen in je lichaam omgezet worden in een andere, ja, toch wel schadelijke stof. Die zegt, ik moet dat vooral niet drinken. Ja. Wij baseren ons, en ook bij deze check, op de gegevens die we hebben van de Europese Voedselwaarautoriteit, van het Voedingscentrum in Nederland. En die zeggen allemaal dat het volstrekt veilig is. En tot nu toe zijn alle onderzoeken die er gedaan zijn, komen erop uit dat de zoetstoffen volledig veilig zijn die wij gebruiken. Logisch dat producenten geen probleem zien. Maar ik ben niet overtuigd. Ik wil toetsen of de Belgische professor gelijk heeft of niet.
Wie mij daarbij kan helpen is voedingsdeskundige Martijn Catan. Hij schreef het boek Wat is nu gezond? Waarin hij de feiten en fabels over voeding onder de loep neemt. Ik lees in de krant, mensen die light frisdranken drinken hebben 43% meer kans op hart- en vaatziekten. Is dat feit of is dat fictie? Nou, wat er in de krant staat is meer fictie dan feit. Wat er onderzocht is, is mensen die veel light drinken, krijgen die meer hartinfarcten. Dat was zo. Maar die mensen waren ook een stuk dikker. Die hadden suikerziekte, die hadden veel gerookt. Die waren een stuk te dik. Dus geen wonder dat die hartinfarcten kregen. Want de zoetstof die erin zitten, waar het steeds om gaat, dat levert mij niet hartklachten of andere enge ziektes op. Nee, er is natuurlijk ontzettend veel te doen over met name aspartaam, wat je daarvan zou krijgen. En dat wordt dus iedere keer weer door deskundigen uitgerekend en nagekeken. Maar heel onwaarschijnlijk dat je daar iets van krijgt. De Belgische professor meneer Geuns die zegt, er komt methanol vrij als je aspartaam drinkt, de zoetstof die er in de cola zit. En dat is heel slecht voor je. Klopt dat? Dat hangt van de hoeveelheid af. Als je echt methanol drinkt uit bijvoorbeeld uit een spiritusfles, hè, daar zit heel veel in, dan word je blind. Maar de hoeveelheid methanol die daarin zit, tenminste als dit aspartaam is. Even kijken. Aspartaam en acesulfamica. De hoeveelheid methanol die je hieruit krijgt, is ongeveer evenveel als uit een klein appeltje. Want methanol, dat zit ook in groenten, in fruit. Je eigen lichaam maakt het. Het is puur een kwestie van hoeveelheid. En hier zit zo weinig in dat ik me geen zorgen hoef te maken. Hier zit zo weinig in, dat doet helemaal niks op je lichaam. Je lichaam kan dat heel goed afbreken en verwijderen. De ene geleerde zegt dat het schadelijk is. De andere is het daar totaal niet mee eens. Wie moet ik nu geloven? Om helemaal zeker te zijn, bel ik nog een aantal instanties. De specialist aan de Wageningen Universiteit ziet geen gevaar. Dan de Hartstichting. Nee hoor, u hoeft niet te vrezen voor de hart. Het RIVM. Op basis van de huidige stand van zaken zou ik me daar geen druk over maken. En tot slot het voedingscentrum. Ja, je kan absoluut zonder problemen light frisdrank drinken. Conclusie, ik kan met een gerust hart mijn colaatjes light blijven drinken. Maar misschien is 1,5 liter toch wel iets te veel van het goede. Er is één...